Sjors, het is bijna zover, de derby. Hoe leeft die bij jou? Ja, je merkt aan alle kanten dat het per dag iets weer bijkomt. Als ik vandaag hier voor Pester klaar zat, heb ik hier nog geen één keer meegemaakt. Je merkt in de stad, je merkt in de gesprekken die je voert. Ja, elke dag een beetje meer. Met morgen bij de training denk ik een grote boost. Waarin je echt het gevoel helemaal te pakken al hebt. Laat staan wat de zondag gaat gebeuren hier. Hij leeft sowieso altijd enorm. Maar nu met alle belangen erbij, merk je dat hij dan ook nog extra leeft hier in de stad? Ja, kijk, je merkt dat het eigenlijk bijna voor je gevoel geen 3 punten worden. Maar als je wint 6 of 9 punten, en dat is natuurlijk niet waar, tegelijk zijn het maar 3 punten. En als je wint, fantastisch, geweldig, maar zijn niet opeens veilig. Maar je merkt wel in alles inderdaad dat het om veel meer dan 3 punten gaat. Ja, het is weer met publiek. Hè. Vorig jaar thuis was met COVID nog allemaal dingen. En nu voelen we al wat langer na deze wedstrijd de druk erop. Het is een wedstrijd op zich. En los van de feiten waar iedereen staat, hè. Ik bedoel, we hebben de punten hard nodig, maar dit is iets waar heel veel mensen naar uitkijken. Dat kan dus mentaal ook een enorme oppepper zijn als je deze kunt winnen. Ja, en ik in 3 opzichten, de punten voor de stand, het winnen van een derby en eindelijk die mensen hier thuis weer een overwinning geven. Want hoe goed het uitgaat, sinds ik hier ben hebben we de competitie uit en eens 1 keer verloren, ongeslagen uit, 5 punten gepakt, 0 tegengoals gehad, allemaal mooie dingen. Maar die aanhanger hier verdient ook weer zo'n mooie dag met goals en 3 punten en een feestje. Dus ja, heel veel opzichten, is er heel veel te winnen. Het is lekker dat je bijna met nagenoeg een fitte selectie die kant op kan, hè? Ja, Marco Tol uitgevallen. Valt redelijk mee, maar veel te vroeg om nu al te kunnen spelen. Jacobs en Molen gaan de goede kant op. Dat zal net niet worden. En er de 2 vaste blessures, langere tijd, Maxime Gullit en Jonty van der Meer. Maar vandaag op het veld hadden we nog een 28 staan, dus dat zijn aardige aantallen, ja. En ook Mahi is goed uit de strijd gekomen, de laatste wedstrijd? Ja, Mahi heeft eigenlijk sinds hier is geen enkele terugval gehad. Maakt elke week goede stappen, wordt fitter en fitter. Dus dat is mooi, want er zijn ook meer keuzes voorin. Heerenveen zit ook niet in de beste fase natuurlijk. Hoe kijk je naar hun? Ja, ik ken Kees al langere tijd, de cursus samen gedaan. Toen ik trainer Utrecht was, was hij trainer van Oranje onder 17. Dus toen hebben we ook al samengewerkt. Ja, Kees heeft wel een hele duidelijke hand tussen teams. Ook al loopt het even niet nu. Het zijn wel teams die heel goed georganiseerd zijn, met een duidelijk plan. Waar weinig gekke dingen gebeuren. Altijd wel nagedacht over de zwaktes van een tegenstander. En zien we tegen Feyenoord, hoe ze de slotfase, maar ook van het begin wedstrijd speelden. Ja, daar hebben ze misschien een moeilijke fase nu. Maar zie je ook echt de kwaliteit terug. Maar ja, gewoon enorm veel zin in en laten we er een mooie wedstrijd van maken.